De heer Vermeer. Ja, dank u wel, voorzitter. Denkt de heer Vuilbrief niet dat het veel meer te maken heeft met rechtvaardigheidsgevoel? Waarom dat zoveel gedoe geeft als iemand daarover begint? Het woord is aan de heer Vuilbrief. Nou, voorzitter, ik weet dat niet. Ik word er zelf niet zo heel erg opgewonden van. Maar er zijn, ik constateer dat deze belasting heel impopulair is. Ik zei dat heeft iets te maken met het moment waarop het geheven wordt. Het kan ook te maken met rechtvaardigheidsgevoel. Daar heeft de heer Vermeer gelijk in. Er zijn mensen die zeggen, er is al een keer belasting betaald over dat geld. Dat is een licht marxistische opvatting. Wat dat betekent dat je alleen belasting wil betalen over arbeid en over niks anders. En dat is een gekke opvatting. Maar ik begrijp wel, en daar doelt de heer Vermeer natuurlijk op, dat het aan de rechtvaardigheid kan raken. Omdat je, nogmaals, het gebeurt op een moment in je leven dat er iets naars gebeurt. En het tweede is, je hebt zelf het gevoel dat je er weinig aan kunt doen. Dus dat begrijp ik als hij dat vraagt. Maar er bestaat een erfbelasting in Nederland. We betalen al erfbelasting. En daar is over het algemeen, ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik dat moest betalen. Dat vond ik niet. Ik moet zeggen dat ik daar niet een enorm onrechtvaardigheidsgevoel zelf bij kreeg. Kan hier alleen over gevoelens kun je meestal beter alleen over jezelf praten. Ik kreeg dat niet. Nog een tweede interruptie van de heer Vermeer. Ja, want bij die erfbelasting, nou, daar zou je nog hoogstens van kunnen zeggen, daar heb ik zelf geen last van op het moment dat ik iets achterlaat. Dat is dan iemand anders zijn uitdaging. Die netto altijd wat oplevert, dus dat is dan misschien. Maar een schenkbelasting is ook iets gewoon wat je gewoon bij leven kunt doen. En waar je eigenlijk heel veel plezier van zou kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt die studieschuld hebben en dan wil je dat voor ze aflossen. En dan moet je daar belasting over betalen als je dat, ja, als je dat vrij snel wil doen. En ja, dat geeft toch een gevoel van, ja, verdorie, ik heb al heb ik gespaard van mijn inkomen. Daar heb ik al belasting over betaald. En dan ga ik het doorschuiven naar iets wat ik ook niet gewild heb. En dan moet ik alsnog een keer weer betalen. De vraag is helder. Het woord is aan de heer Vuilbrief. Ja, voorzitter, ik begrijp de vraag heel goed. Ik geloof dat ik als staatssecretaris de jubelton heb helpen afschaffen. Dat was een vrijstelling. Dat was een vrijstelling die, daar zal de heer Vermeer ook niet blij mee zijn geweest. Zodat hij nog niet in het parlement. Dus dan kon hij zich er nog niet mee bemoeien. Maar hij was er vast niet blij mee. Maar dat hebben we toen gedaan. Daar zat een redenering achter. Er zat namelijk redenering achter dat dat vooral de ene vermogende generatie hielp om de volgende generatie weer vermogend te maken. Wat niet zoveel met verdiensten van die volgende generatie te maken had, maar met het feit dat toevallig je ouders vermogend zijn. Dat was de redenering daaronder. Maar ik geef toe, er is niet zo ideologisch als belastingheffing dat je daar ook anders tegenaan kunt kijken. Je kunt daar ook op de manier tegenaan kijken. Dat is even meer. En daarom zijn we ook, denk ik, van verschillende politieke partijen. En met deze constatering geef ik u het woord voor de rest van uw inbreng. Of ja, voorzitter, ik heb er nog één die heel populair is, die hypotheekrenteaftrek. Ook daarvan zou ik willen zeggen, hoe kijkt staatssecretaris daartegen aan? Is wat wij nu hebben goed? Wij van D66 vinden dat die hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd moet worden. Wat ons betreft ook in een hoog tempo, nergens goed voor. En het leidt vooral tot een enorme bubbel op de woningmarkt. Dan kunnen we dat geld gebruiken om andere mensen te helpen om te kunnen wonen. Dat is wat wij het liefste zouden doen. Ik maak even mijn zin af. Voorzitter, maar ik ben heel benieuwd naar hoe de staatssecretaris naar kijkt. Het woord is aan de heer Vermeer. Ja, dank u wel, voorzitter. Kan de heer Vuilbrief wat onderbouwing geven van zijn stelling dat wat hij een bubbel noemt in de woningbouw veroorzaakt wordt door de hypotheekaftrek en niet door gebrek aan aanbod? Het woord is aan de heer Vuilbrief. Dat staat in dit rapport ten eerste, maar dat kan nu nog. Ik kan twee dingen doen. Ik kan verwijzen naar het rapport, maar ik kan ook naar eigen economisch verstand gebruiken. Prijzen op een markt komen tot stand door aanbod en vraag. Natuurlijk is het zo dat er een tekort aan aanbod is, dat dat de prijs opdrijft. Maar er is geen enkele econoom die denkt dat die hypotheekrenteaftrek as such, even keteren spijbers zou een econoom zeggen, al het andere blijft hetzelfde, drijft de prijs op de woningmarkt op. Dat weten we. Daarvan kun je denken, ja, dat is nou eenmaal een keer gebeurd. En dat zit nu in de prijzen, laat maar. Dat is een lofwaardige opvatting. Mijn opvatting is dat we hebben dat ding al flink afgebouwd. Dat het nu tijd wordt om hem helemaal af te bouwen. En zorgen dat huren en kopen in Nederland gewoon op dezelfde manier fiscaal behandeld worden. Dat zou mijn opvatting zijn. Maar nogmaals, niet zo ideologisch als belastingheffing.